Rachel Hazes blijft een diepgewortelde liefde koesteren voor haar overleden echtgenoot, de iconische volkszanger André Hazes. Op maandag nam ze een moment op Instagram om stil te staan bij wat haar 33 ste huwelijksdag zou zijn geweest. Lieve schat, vandaag is het 33 jaar geleden dat wij elkaar het ja woord gaven en ik heb nog steeds geen moment spijt gehad van die beslissing, schrijft Rachel vol emotie. Wij zullen altijd elkaars A.L.L.E.S.S.I.E. blijven. Ik hou van jou. Het stel. Dat op 14 oktober 1991 in Meidrecht in het huwelijksbootje stapte, kreeg samen twee kinderen, Roxanne en André. Helaas overleed André Hazes in september 2004, maar de herinneringen aan hun liefde leven voort in Rachel's hart. Onlangs heeft Rachel echter een opmerkelijke beslissing genomen die veel aandacht heeft getrokken. Ze heeft haar zoon, André Hazes junior, duidelijk gemaakt dat hij de naam van zijn vader niet langer mag gebruiken. In plaats daarvan moet hij voortaan verder gaan als André Hazes Junior. Deze instructie kwam voor André Junior als een donderslag bij Heldere Hemel. Zijn management heeft laten weten dat hij erg aangeslagen is door deze ontwikkeling. Hij begrijpt niet waar deze beslissing van zijn moeder vandaan komt, aldus een vertegenwoordiger van zijn management. André ziet zichzelf als een trotse opvolger van zijn vader en het gebruik van zijn naam is voor hem een eer. De situatie roept veel vragen op over de dynamiek binnen het gezin en de impact van rouw op hun relaties. Rachels liefde voor André Hazes blijft onwrikbaar, maar het lijkt erop dat er een kloof is ontstaan tussen moeder en zoon, die de erfenis van hun geliefde patriarch met trots wil voortzetten. De komende tijd zal ongetwijfeld veel aandacht uitgaan naar hoe deze situatie zich verder ontwikkelt en wat dit betekent voor de Hazes familie.